Je hebt naar de vier filmpjes gekeken. Wat is wat je opviel aan de thema's? Nou, ik vond het vooral erg creatief. En ook wel, ik zocht meteen naar de samenhang. Het eerste filmpje ging natuurlijk over kennis en hoe je daarmee om moet gaan. Jullie zijn van kennis. En het kennis delen op andere manieren vond ik bijzonder. Vond ik ook de gedachte die daarover ging wel mooi. Als je bezig bent met vernieuwing, is dat ook je vraag. Hoe ga je geld verdienen met kennis delen? Spannend, hè? Als je niet kan delen, kan je misschien vermenigvuldigen, die twee. Het tweede was mooi thema, het koffiehuis, de pleisterplaats. De pleisterplaats op een andere manier. Waarvoor heb je kantoorruimte nodig? Ik denk dat het een mooie vorm is van snel groeien. Je kunt met een horecaondernemer samen dit doen. Laplace is zo'n mooi voorbeeld, hè? Die draaien een bom. Die hebben horeca en daar komen nu kantoren. Dus heel veel ZZP'ers zitten gratis op wifi in Laplace. Mooi systeem. Derde thema was chaos. Nou, wat een chaos. Ik heb wel 3 keer moeten luisteren en 4 keer zelfs. En toen begreep ik het nog niet, maar toen begreep ik het. Het ging om chaos. Dat is leuk. Ja, chaos is voor mij toch een beetje zoals de zee is. Onverwachte golven en wind en alles komt op je af. En daar moet je, en dat is het laatste thema, met creativiteit op weten te surfen. Dus houd niet tegen. Die golven moeten komen en dat komt en dat maakt het leven leuk. Dus ingrediënten en creativiteit is het recept wat je daarmee maakt in de koffiecorner. En dat ga je dan delen. Nou, ik vond dat ik het wel aardig aan elkaar koppelde allemaal. We hebben de samenhang te pakken nu. Ja, absoluut. Nee, we hebben ook. Ja. Ja. En als je kijkt, want je hebt het even over chaos. Jij ziet dat als iets van eigenlijk de golven waar je op mee moet bewegen? Nou, de chaos is er. En die wordt nog veel heftiger. We weten eigenlijk niet vandaag hoe we staan. Op elk onderwerp wat we vandaag besproken hebben, weer in de Raad van Advies ook. Maar ook kijk in de krant. Het is chaos. Het is failliet. Het is over. Het is klaar. We moeten veranderen. We moeten vernieuwen. Chaos zijn de tools. De ingrediënten die je kunt gebruiken om die vernieuwing te doen. Dat betekent zeg maar dat we ook, zou het creëren van chaos in bestaande structuren een toegevoegde waarde zijn voor bijvoorbeeld organisaties? Nou, ik denk dat je niet zoveel chaos meer hoeft te creëren. Er is chaos. Mensen hebben geen idee. Mensen zijn bang voor de toekomst en zijn bang voor verandering. Nou, dat is chaos. Ja. Dus er is chaos. Dus je hoeft geen... die zee is er, die wind is er, die elementen zijn er allemaal. Je hoeft niet ook nog vanuit Alaris het golfslagpad te maken. Nee, dat is niet nodig. Die golf komt. En wij hebben alleen die creativiteit nodig om daar op te adviseren en mee om met die chaos om te gaan. Ja, maar het is wel het signaleren dat die chaos, dat energie is. Dat dat nodig is. Dat is dus niet zien als chaos. Chaos en als ellende. Nee, chaos is. De zee is mooi. Golf. Oh, spannend, een golf. Dat is wel. Dus je moet dat wel herkennen. Dus binnen organisaties moet je wel helpen. Niet de chaos creëren, maar de chaos benoemen. En zien dat dat een middel is waar je iets mee kunt doen. Zijn dit dan ook de. Het zijn er 4. We gaan er met 3 echt door. Zijn dit ook de thema's waarvan je zegt van. Nou, dit zijn interessante thema's? Of zeg je, vindt de ene wat zwakker en de andere wat sterker? Nee, ik vind ze alle 4 sterk. Dus ik vind dat je ze met alle 4 door moet gaan. Ik denk alleen dat er. Doordat je het creatief combineert. En de chaos iets anders maakt. Dan hou je er 3 over, maar blijf je hetzelfde doen. Ja, oké. Dankjewel.